Welkom bij Classmaster. Je hebt nu de mogelijkheid om in te loggen op het platform. Dit doe je door te surfen naar de Classmaster-pagina van jouw stichting. Deze kun je in de meeste gevallen vinden door je stichtingsnaam.classmaster.nl in te typen op je device. Afhankelijk van de keuze van je school of bestuur, kun je gebruik maken van het platform voor je fysieke trainingen en het online aanbod of een van beide. In dit filmpje nemen we je mee door het hele platform. In Classmaster kun je afhankelijk van de keuze van je school of bestuur op 3 verschillende manieren inloggen. Dat kan met een e-mailadres en wachtwoord, Microsoft of met je Google-account. Nu ben je ingelogd en ben je aangekomen op de hoofdpagina van Classmaster. Doe je mee met je school of bestuur, dan krijg je ook een gepersonaliseerde pagina met je eigen URL. Bovenaan zie je of en wanneer er trainingen gepland staan waar jij je voor hebt ingeschreven. Vervolgens zie je de gele vlakken met de trainingen die gepland staan voor jouw bestuur. Door te klikken op naar de klasseagenda krijg je een compleet overzicht. Onder de fysieke trainingen vind je de visie van je bestuur op professionalisering met daarbij een kennis en trainingen in huispagina. De kennis in huispagina is een profielpagina met daarop een overzicht van je collega's met een specifieke expertise. Zo kun je gemakkelijk contact opnemen met de juiste collega als je meer over een bepaald onderwerp zou willen weten. De pagina Trainingen in huis is een overzicht van trainingen door je eigen bestuur georganiseerd. Als laatste vind je op de hoofdpagina de online klassen. Met een Altijd Leren pakket heb je toegang tot meer dan 900 e-learnings, audioboeken, podcasts en zelfs 4 kranten. Je vindt het complete overzicht door te klikken op Naar alle online klassen. Met zoveel aanbod wil je ook makkelijk kunnen zoeken. Dat kan op 2 manieren. Je kunt bovenin de pagina zoeken op het onderwerp waarop je een training zou willen volgen. Bijvoorbeeld over EDI. Je kunt ook zoeken via de filters. Ook hier heb je veel verschillende mogelijkheden, zoals de soort training, de onderwerpen, de organisatie waarvoor je werkt, de functie die je hebt, de doelgroep waarmee je werkt of het niveau waarop je de training zou willen volgen. Een training aankopen. Heb je de training gevonden die je zou willen volgen? Dan open je deze en klik je vervolgens op training aankopen. Als je je aan wil melden voor een fysieke training, dan klik je op aanmelden. Je leerroutekaart. Als je je training hebt aangekocht of je je hebt aangemeld voor een training, dan vind je deze terug in je leerroutekaart. Daar kun je de online training starten of vervolgen of de informatie van je fysieke training terugzien. Als je verder naar beneden gaat, dan vind je daar ook de portemonneefunctie. In overleg met je school of bestuur kun je hierin een budget krijgen om zelf, zonder goedkeuring van je leidinggevende, trainingen aan te kopen. Is je portemonnee leeg, dan gaat er na aankoop van een training weer een goedkeuringsverzoek naar je leidinggevende. Dit geldt natuurlijk niet voor online trainingen als je een Altijd Leren pakket hebt. In dat geval hoef je niet meer te betalen voor je online trainingen. Naast je trainingen in Classmaster heb je misschien eerder of gelijktijdig ook andere cursussen gevolgd. Bij Mijn Extra Expertise kun je hiervoor je diploma of certificaat uploaden, zodat je 1 overzicht hebt met al je gevolgde cursussen en trainingen. Zo blijft je cv altijd actueel en vormt het een goede leidraad voor je ontwikkelgesprekken. We wensen je veel succes en leerplezier! Mocht je na dit filmpje nog vragen hebben, dan staat onze backoffice de hele week voor je klaar. Op het telefoonnummer 088-410-1020 en het e-mailadres classmaster@derolfgroep.nl.